Nou, het is nu mooi weer, maar anders is... En de kleuren zijn mooi en allemaal positieve dingen. Maar het is ook verdraaide, nat en soms heel koud. Maar de herfst is toch gewoon een leuke tijd. Woensdagmiddag was het geen gewone middag in de Broekpolder in Vlaardingen. Abra van der Velde van de federatie Broekpolder organiseerde samen met de vrijwilligers een herfstdoedag. Met verschillende activiteiten voor kinderen. Ik zag vanochtend vroeg wel dat ik dacht van oh god, dan moet ik vroeg op. Maar dit is wel heel erg leuk als je ziet hoe dat de mensen tevreden zijn. Dan vind je dit gewoon leuk. Dit is gewoon leuk. We hebben confetti maken van herfstbladeren. Ze kunnen vuur maken. Abra leert hun om vuur te maken. Ze kunnen popcorn bakken. Ze kunnen marshmallows roosteren. Ja, hoe vind je dit zo, de herfstdoedag? Ja, ik vind het wel heel leuk. Want ik vind het wel leuk om de speurtocht ook te doen. Nou, ik vind het leuk dat ze het voor de herfst en Halloween ook nog erbij. En marshmallows roosteren, ja, ik vind het heel leuk. Er kookt wat over. Ik moet even in de... Rustig maar. Wat is toen nu het leukste wat je hebt gedaan? Ik kan niet kiezen. Ja, marshmallows roosteren. Was lekker. Ja. Kijk eens aan. Twee en dan je aftekenen. Zo. Omdat er veel kinderen hadden gereserveerd om te komen, moest Tineke een aantal kinderen helaas weigeren. Daarom heeft ze voor de volgende activiteit van de Federatie Broekpolder een oproep. 13 december hebben we een dwalen in het duister. En dat is ook een kinderactiviteit van de Broekpolder Federatie. Dat is in het donker, lekker om rond een uur of zes. Maar we vragen dan wel of de mensen willen reserveren. Want anders dan loop je kaartje mis. Net als nu een paar. Dan moet je neven kopen en dat is zonde.